Ja, aandacht dan voor Evelien Tersteeg uit Dronten. Zij komt er op haar 42e achter dat ze autisme heeft. Ja, haar persoonlijke verhaal heeft ze op papier gezet. Haar boek Onzichtbaar Onvermogen is vorige week uitgekomen. Goedemiddag Evelien. Hallo. Ja, je bent er dus pas op een latere leeftijd achtergekomen dat je autisme hebt. Ben je daar nou toevallig achtergekomen? Nou, eigenlijk niet. Ik liep mijn hele leven eigenlijk al tegen dingen aan. En in 2017 zijn een aantal dingen ineens samengekomen. Mijn vader was ziek en die is overleden. En ja, hij was toch wel het vangnet in mijn leven. En toen dat wegviel, lag mijn hele leven eigenlijk overhoop. Ik ben toen in therapie gegaan voor rouwverwerking. Maar daar liepen we op een gegeven moment vast. Dus ja, ik ging niet meer vooruit. En toen zijn we eigenlijk verder gaan kijken van, goh, wat zou er dan kunnen zijn? In diezelfde periode kwam mijn nicht, die ook mijn leeftijd heeft, met haar verhaal. En zij vertelde mij dat zij een diagnose autisme had gehad. En die had ze ook onlangs gehad en ze vertelde mij daarover. En ja, ik herkende daarin mezelf. En in diezelfde periode vielen ons ook steeds meer dingen op bij onze zoon. Hij zat toen nog op de basisschool en hij kreeg een dyslexieonderzoek. Maar hij weigerde woorden te lezen die niet bestonden. Nou, dat soort trekjes waren voor ons als ouders niet vreemd. Maar ja, de school die wilde daar toch met mij over spreken. Van joh, hoe krijgen we hem dan toch aan het lezen? En we hebben toen een gesprek gehad met de zorgbegeleider. En nou ja, die kaarten dat al aan. En toen heb ik ook genoemd van, goh, zou hij misschien autistisch kunnen zijn? En toen vertelde zij daarover. En nou ja, daarin herkende ik weer mezelf en onze zoon. En toen ben ik dus verder gaan kijken en ben ik doorverwezen voor een autismeonderzoek. Maar dus eigenlijk in één klap hadden we ineens een autistische moeder en een autistische zoon. En, maar dan vraag ik me wel af, Evelien, hoe kan het nou dat je tot je 42e eigenlijk nooit dat idee hebt, of in ieder geval nooit hebt ontdekt dat je autistisch was? Bij vrouwen, bij meisjes valt het gewoon veel minder op. Ik had wel problemen. Hè. Ik ben op mijn 18e gaan studeren en gaan samenwonen. Nou, dat was zo'n overstap dat dat eigenlijk niet ging. Met als gevolg dat ik thuis kwam te zitten met een angststoornis. Nou, die angststoornis, daarvoor ben ik in behandeling geweest. En ja, weet je, ik heb de dingen weer op de rit gekregen. Terugkijkend kan ik dat gewoon koppelen aan het feit dat ik gewoon echt niet kan omgaan met grote veranderingen. Nee, maar er is nooit een link gelegd eventueel met autisme? Nee, nooit. Nee, er is altijd gekeken eigenlijk naar symptomen. Hè, van, je bent heel erg overprikkeld of je hebt last van angsten. Nou ja, weet je, ga je leven anders indelen en probeer dit eens en probeer dat eens. Maar eigenlijk gingen mijn klachten nooit weg. Ja, want je zegt nu al, ik raak snel overprikkeld. Ik kan niet zoveel verandering aan eigenlijk. Waar loop je nog meer tegenaan in je dagelijks leven? Die overprikkeling en die verandering die ik al aangaf, dat zijn echt wel grote dingen. Een ander heel groot probleem bij mij is dat ik erg veel moeite heb met sociale contacten met andere mensen. Als je contact hebt met anderen, dan is het vaak toch een soort spel waarbij je bepaalde regels volgt. En die regels zijn voor mij gewoon niet duidelijk. Ik begrijp vaak niet de non-verbale communicatie. Dan sta ik iets te vertellen. Ik heb geen idee wanneer de ander mijn verhaal zat is. Tot hij op een gegeven moment echt overduidelijk op het horloge gaat kijken of dat soort dingen. Als ik ergens kom en mensen vragen aan mij hoe gaat het? Ja, dan moet ik me echt realiseren van, nou ja, dat is geen vraag. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort van opening naar een gesprek toe. Het is niet de bedoeling dat je daar ook echt op antwoordt. Ja, zitten mensen dan niet op te wachten? Het gaat goed. Ja. Nee, precies. Hè. Het gaat goed. En hoe gaat het met jou? En dan komt het gesprekje. En zolang de ander praat, gaat het goed. Maar op het moment dat ik zelf iets moet vertellen of iets moet zeggen, ja, dan valt zo'n gesprek al heel snel stil. Dus ik ben eigenlijk constant aan het scannen van, goh, wat verwacht de ander van mij? Wat moet ik nu zeggen? Wanneer moet ik iets zeggen? En dat kost gewoon ontzettend veel energie als dat niet vanzelf gaat. Ja, vanaf het moment dat je toch aan jezelf wilde gaan werken met die rouwtherapie, tot aan dat jij die diagnose hebt gekregen dat je autisme hebt. Dat is een heel lang traject geweest, volgens mij wel bijna 2 jaar. Hoe heb je dat toen ervaren? Ja. Dat was een hartstikke pittige periode. Natuurlijk, die rouwverwerking was heel zwaar. Daarbij had ik ook een burn-out waar je dan middenin zit. Dus dat waren allemaal dingen die zich opstapelden. Nou, op een gegeven moment komt dan toch dat vermoeden autisme. Dus dan denk je, nou weet je, nu is een oplossing is dichtbij.
En dan meldt hij je aan bij de GGZ en dan blijkt er gewoon een wachttijd van 20 weken. En ja, weet je, voordat je dan eenmaal weer verder bent, ja, dan ben je gewoon zo lang aan het wachten eigenlijk, terwijl er niet zoveel gebeurt. En dat is best wel heel erg moeilijk. En heel veel problemen dus, in korte tijd met een burn-out, met moeilijkheden met de rouwverwerking. Was dat nou allemaal te voorkomen geweest als die diagnose autisme eerder was gesteld bij jou? Ik denk het eigenlijk wel, want als ik terugkijk, dan, dan heb ik zo lang eigenlijk al boven mijn kunnen proberen te functioneren. Ja, dat hou je gewoon niet lang vol. En uiteindelijk heb ik het dus tot mijn 40ste volgehouden, maar toen was het ook echt wel klaar. Hè? En toen was alles op en had ik eigenlijk geen reserves meer om met de dood van mijn vader om te gaan of om met een burn-out om te gaan. Is dit nou ook de reden geweest dat jij dacht, ik ga hier een boek over schrijven? Nou, eigenlijk is het zo begonnen. Ik moest natuurlijk heel lang wachten voordat ik verder kon bij de GGZ. Dus ik probeerde mezelf in te lezen van, goh, wat is autisme nou eigenlijk? En klopt dat wel? En hè, kan ik mezelf daarin vinden? En wat ik heel veel tegenkwam, dat was informatie over autisme bij jongens en autisme bij mannen. En vooral ook autisme bij kinderen. Hè? En heel veel boeken over hoe ga je dat dan als ouders mee om. Maar goed, weet je, ik kon daar niet zoveel mee. Ik wilde graag iets lezen over vrouwen met autisme en dan vooral vrouwen met een late diagnose. Nou, daar kon ik veel te weinig over vinden. Dus ik had zoiets van, nou, ik hou van schrijven. Misschien helpt het me om dingen van me af te schrijven, zodat ik mijn gedachten daarover wat meer kan ordenen. En nou ja, zo is het begonnen. En ik merkte eigenlijk al vrij snel dat ik dacht van, hey, maar weet je, misschien kan ik met wat ik nu schrijf en met mijn verhaal mensen helpen die in dezelfde situatie als ik zitten. Dus met dat idee ben ik naar een uitgever gestapt en heb ik gezegd van, joh, ik heb dit verhaal, zien jullie daar wat in? Eigenlijk niet met de verwachting dat zij contact met mij zouden opnemen. Hè. Ik had zoiets van, nou, niet geschoten is altijd mis. Maar met een week of twee kreeg ik een reactie met het verzoek om, om bij de uitgever te komen, om met ze in gesprek te gaan over mijn verhaal en wat ik daar graag mee wilde bereiken. Nou, het boek heb ik hier in mijn hand, Onzichtbaar Onvermogen. Je bent echt openhartig in het boek. Wat kostte je dat moeite? Het is natuurlijk begonnen met het schrijven voor mijzelf. Al vrij snel kwam de insteek om ook te schrijven voor anderen. En ik had wel het idee, de kracht van mijn boek is ook die openheid. Hè? Want juist omdat je autisme aan de buitenkant niet kan zien, denk ik dat het heel erg belangrijk is om open te zijn wat het voor mij in mijn dagelijks leven betekent. Ik denk dat daarmee juist ik anderen kan helpen en dat juist die kracht zit in die openheid. Ja, nou goed, we mogen een boek van jou weggeven, dus Onzichtbaar Onvermogen. Daar kun je dus voor bellen, zit je nou thuis te luisteren. Bel dan 0320 28 50 50, kies een 9. En onder de bellers verloten we dan het boek. Evelien, smaakt dit nou naar meer? Ga je nog een vervolg schrijven? Nou, het is me wel heel erg goed bevallen, het schrijven, moet ik zeggen. Dus ik ben in mijn hoofd al wel bezig om te kijken wat ik nog meer zou kunnen betekenen. Ja. Gaat het nu ook beter met je, nu je gewoon weet dat je autisme hebt? Ja, zeker. Ja, ik heb geleerd om mijn autisme echt een plek te geven en om gewoon dat niet meer weg te stoppen en gewoon te leven met die beperkingen die er zijn. En daarnaast kan ik natuurlijk ook heel veel meer halen uit die krachten. Hè? Zoals bijvoorbeeld creativiteit is bij mij een heel groot stuk. Nou ja, dat heb ik nu kunnen omzetten naar een boek waarmee ik anderen misschien weer wat kan verder helpen. Heel erg goed. Dankjewel, Evelien Tersteeg. Onzichtbaar Onvermogen heet het boek. Een kijkje in het leven van een autistische vrouw. Wil je nou zo'n exemplaar? Bel dan 0320 28 50 50. Kies een 9. Geef even je gegevens door en dan verloten we het boek. Evelien, hartelijk dank.